En de start is gevallen. De Breeders' Crown voor Hengst en Ruins is onderweg. En na de start een duel om de leiding waarbij Lindo Eden verrassend hard naar voren komt. Gaat daar precies voor Contador langs. Contador blijft aan de buitenkant hangen. En binnendoor komt naar voren. Dat is compleet wel. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Lindo Eden de kop. Compleet wel tweede. Derde is Contador. En de vierde plaats voor Koos Wageman. De vijfde plaats daarachter volgt dan John de Leeuw. En John de Leeuw is onderweg met Grizzly Bear. Wie liggen er dan nog achter? Dat zijn er maar twee. Maar dat zijn wel twee van de meest gespeelde paarden. Cowboy Fanatic de favoriet als voorlaatste. En laatste de tweede favoriet Cisco. De Rat. En die gaat als eerste naar voren. Siske de Rat gaat naar het tweede spoor. En zo gaan ze de overzijde door. 14-3 de eerste tussentijd. Inmiddels een nieuwe leider. Contador heeft overgenomen. Op de tweede plaats Lindo Eden. Daarachter compleet wel. Dan valt er een gaatje naar Koos Zwageman. En die arme Ko die moet dat gat gaan dichtlopen. Dat gaat hem niet lukken. Dus komt aan de buitenkant Siske de Rat naar voren. En Siske de Rat komt nu naast Koos Zwageman. En is op jacht naar de leider. Achter hem aan gaat heel slim Cowboy Fanatic. Dat is eigenlijk precies de koers die de vlieger wilde hebben. Een paard dat hem gaat brengen. En dat gaat nu Siske de Rat doen. Zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. Contador is daar als eerste. Contador die vandaag voor het eerst tegen de echte hele grote jongens loopt. Eens kijken of hij dat ook kan. Hugo Langeweg denkt van wel. Tweede plaats daarachter, Lindo Eden. Plaats 3 daarachter is voor compleet wel. Daar komt aan de buitenkant Siske de Rat naast. Daarachter volgt Cowboy Fanatic. Dan Koos Zwageman. En nu gaat ook naar het tweede spoor Grizzly Bear. Tweede tussentijd, 17-8. Eerste kilometer in 1, 16-1. Paarden zijn 900 meter van huis. Contador aan de leiding voor Lindo Eden. Siske de Rat komt steeds dichterbij. Daarachter compleet wel. En dan Cowboy Fanatic. En daarachter Grizzly Bear en Koos Zwageman. Paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. De Breeders' Crown voor de C-jaargang. En het is nog altijd dezelfde leider, Contador. Contador die vandaag tegen de top loopt, krijgt nu een topper naast zich. Een topper in spe. Bas Krebas zegt, dit is mijn beste paard wat ik ooit gehad heb. Siske de Rat. Siske de Rat ligt er nu naast. Daarachter aan de relingzijde is het Lindo Eden. Dan Cowboy Fanatic, de winnaar van de derby der vierjarigen. En daarachter Grizzly Bear en compleet wel. En Koos Zwageman moet passen. En zo gaan ze de laatste bocht in. Tussentijd 15-9. En nog altijd leidt Contador. Contador is inmiddels halverwege de laatste bocht. Aan de buitenzijde Siske de Rat. Daarachter volgt Cowboy Fanatic. Helemaal aan de buitenzijde komt Grizzly Bear. Dus moet Cowboy Fanatic er nu uit. En dat doet hij ook. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. En Contador is geklopt. Daar komt Siske de Rat. Die neemt over. Siske de Rat, de nieuwe leider. Helemaal aan de buitenzijde komt Grizzly Bear. Daartussendoor Cowboy Fanatic. Wat een finish. Helemaal aan de buitenzijde Grizzly Bear. Of Siske de Rat. Ze gaan naar de streep. Het is Siske de Rat. Siske de Rat voor Grizzly Bear. En dan Cowboy Fanatic. Wat een paard. Kreeg was zijn beste ooit. Het is de beste.